ik stond daar klaar al een uur op voorhand met een statief, mooi gecentreerd in het midden van de weg. Hallo iedereen, ik ben Michiel Pieters, landschapsfotograaf uit Beringen en vandaag ga ik jullie aan de hand van twee foto's uitleggen hoe ik foto's maak, waarom ik de foto's op een bepaalde manier maak en ga ik de foto's ook bewerken zodat jullie een beetje insight krijgen in heel het proces van A tot Z en hoe een uiteindelijke foto tot stand komt. Ik hoop jullie hiermee een beetje te kunnen helpen om jullie eigen fotografie naar een hoger niveau te tillen. De eerste foto die ik ga bespreken heb ik dit jaar gemaakt in Brussel op de Wetstraat, de Rue de la Loi. Een bekende straat omdat veel mensen hier heen en weer pendelen van en naar werk. En eigenlijk heb ik de ondergaande zon proberen vast te leggen. En die zon stond dan ook recht in lijn met de Wetstraat. Dit evenement gebeurt maar een paar keer per jaar dat de zon recht in lijn met de Wetstraat ondergaat. Dus een best unieke gebeurtenis. En ik was hiervoor geïnspireerd door de Manhattan Henge, een heel bekende foto die vaak in New York City wordt gemaakt, waarbij de zon ook in lijn staat met de grootste straat in Manhattan. Oké, dus hoe bereid ik me voor op een foto als dit? Ik heb een app gebruikt om de stand van de zon te bekijken, want de zonsondergang schuift elke dag een beetje op. Dus enkel 3 of 4 dagen per jaar komt de zon of gaat de zon exact onder in lijn met de Wetstraat. Dankzij deze app wist ik exact wanneer het gebeurde en bij het beeld wat ik in hoofd had, was de zon ook heel groot aanwezig op het einde van de straat. Dus wist ik meteen ook dat ik een grote zoomlens zou moeten gebruiken. Ik heb hiervoor gekozen voor de 100-500 mm zoom van Canon. Dus om het beeld te compresseren, zeg maar, heb ik dan de 100-500 mm gebruikt, zodat alles een beetje samengedrukt wordt. De voorgrond waar de auto's zichtbaar zijn, tot de achtergrond toe waar de zon dan zichtbaar is. Natuurlijk is het bij sunset sowieso een interessant moment voor een landschapsfotograaf, omdat de kleuren dan net spectaculairder zijn. Ook het feit dat de zon heel mooi licht geeft, reflecterend licht op het asfalt van de weg, terwijl de auto's eigenlijk voor lange schaduwen zorgen, maakt de foto heel interessant, naar mijn eigen mening. Dus sinds ik in 2018 de Manhattan Henge zelf heb gezien, wou ik deze ook op een bepaalde manier herbeleven in België. En deze foto in Brussel was voor mij toch de ultieme manier om het nog eens zelf met mijn eigen ogen te zien. Dus voor een foto als deze is de timing echt essentieel. De zon beweegt super snel, zeker als je 500 mm ingezoomd bent, omdat alles dan heel compressed is. Heb je letterlijk een halve minuut tot 1 minuut tijd waarin de zon in beeld komt en dan doorheen de straat gaat en dan rechts in het beeld terug verdwijnt. Dus het is essentieel om zeker op tijd te zijn op de plaats waar je de foto wilt maken. Dus het is belangrijk dat je goed materiaal hebt, in mijn geval de Canon R6. En dat je goed voorbereid bent. Ik stond daar klaar al een uur op voorhand met een statief, mooi gecentreerd in het midden van de weg, op een mooi punt, zodat mijn frame eigenlijk al op voorhand bepaald was en dat ik niet 5 minuten op voorhand nog moest nadenken van hoe ga ik deze foto maken en waar zal ik staan om een zo mooi mogelijk beeld uiteindelijk te creëren. Een heel belangrijk proces wanneer je dan een goede foto hebt gemaakt op locatie is om hem achteraf ook goed te bewerken. Dus ik ga jullie kort uitleggen hoe ik mijn foto zelf bewerk en waar ik op let tijdens het editen. Dus dit is de raw file die jullie hier zien. Zoals jullie zien is de zon redelijk fel belicht, de schaduwen, er zit weinig detail in. Dus stap 1 voor mezelf is het toepassen van een preset. In dit geval zou ik voor deze foto de schaduw ook omhoog trekken, omdat je dan veel meer details ziet. Je ziet de auto's, je ziet de gebouwen, ook de temperatuur van de foto. Een klein trucje wat ik zelf altijd toepas is eerst de temperatuur even bekijken op automatisch. In het geval van deze foto gaat Lightroom de foto veel te koud maken, dus van daaruit trek ik de temperatuur omhoog. Tot eigenlijk een beetje ik op het oog beslis van zo is het in orde.
Deze foto is best makkelijk om te bewerken, omdat de foto ter plaatse al heel goed was en omdat je niet heel veel kan doen met de kleuren, aangezien de hele scène op het moment van het nemen van de foto heel oranje was. Dus daar ga ik achteraf ook niks aan veranderen, omdat je dan een beetje een onnatuurlijk effect krijgt. Wat in dit geval wel interessant kan zijn, is om eens te bekijken als je highlights omhoog trekt of omlaag, hoe fel de zon eigenlijk prominent aanwezig moet zijn in je foto en hoe fel ik zelf wil dat de zon afgetekend is in de lucht. Dus ik denk dat ik het ongeveer hier ga laten. Eventueel kan je nog een beetje een kouder gevoel toevoegen aan de schaduwen, maar ik vind de foto zelf goed op deze manier, dus dat ga ik niet doen. Wat me wel heel erg stoort, is deze kraan in de achtergrond en deze antenne rechts in de bovenhoek. Voor zaken zoals dit gebruik ik vaak gewoon Photoshop, om de kleine details die me storen er even uit te verwijderen. Rechts zie je bijvoorbeeld ook nog een bord met parkingaanwijzers of snelheidsborden. Alles om de foto een beetje simpeler te maken en om die kleine storende details weg te halen met Photoshop achteraf. De volgende foto waar ik over ga spreken is misschien een iets minder voor de hand liggende foto als landschapsfotograaf. Maar vaak als de omstandigheden niet 100% zijn waar ik op voorhand op gehoopt had. Bijvoorbeeld, je hebt geen spectaculaire sunset of sunrise. En het is een regenachtige dag waarin het licht een beetje flat is en alles lijkt op elkaar. Dan is het misschien een goede tip om eens alles van dichterbij te gaan bekijken. En daarom gebruik ik graag een 35 mm f1.8 macro lens, omdat deze me toestaat eigenlijk om echt kleine details van, zoals in deze foto, een bloem te maken. En de reden waarom ik voor deze foto gekozen heb, is omdat naar mijn mening details ook super belangrijk zijn in een landschap. Het zijn net de bloemen in de voorgrond die je normaal niet echt ziet, die toch de foto vormen tot wat ze zijn. Dus het is ook heel belangrijk om eens van dichterbij te kijken. En met die macrolens kan je dan echt heel dicht gaan. Meestal gebruik ik hiervoor een manuele focus, omdat je dan je focus echt perfect kan scherpstellen op het deel van de bloem of de druppel op de bloem die je net scherp wilt hebben. En zo kom je tot een eindresultaat wat misschien inderdaad, zoals ik juist zei, niet zo voor de hand liggend is voor een landschapsfotograaf, maar daarom niet minder interessant. En dan de tweede foto, de foto van de bloem. Zoals ik juist zei, met de 35 mm macro lens zie je echt alle details. Zeker als je inzoomt op zo'n foto, zie je echt op elk blaadje de dauwdruppels. Gigantisch mooi om naar te kijken. Om de foto te editen, gooi ik even een preset erover. En het zit al meteen redelijk goed. Net zoals daarjuist ga ik even kijken. Als ik de temperatuur, de white balance op automatisch zet, wat er gebeurt. En in dit geval is het interessant om hem een iets warmere tint te geven. Wat mezelf stoort is de kleur van het oranje in het midden. Dus dit ga ik in de Hue Saturation menu even aanpassen. Ik wil dat de tint iets, de kleur iets geler is. Weer al, ik edit heel veel op het oog. Dus ik bekijk het gewoon snel. Het is misschien ook mooi als het iets meer popt. Dus ik ga ook de verzadiging iets aanpassen, iets meer verzadigd maken. En ook de helderheid van het middelste deel iets omhoog trekken, zodat het zeker goed opvalt in de foto. Omdat het een foto is met veel details, is het misschien ook heel interessant om de clarity wat omhoog te trekken, zodat de contrasten iets groter worden. Wat me heel fel stoort aan deze foto is het insect wat op het achterste blad zit. Dit zal ik meestal met Photoshop verwijderen, maar soms kan Lightroom, ja, in dit geval waarschijnlijk niet. Maar oké, nee, niet oké. Redelijk oké. Soms gaat Lightroom het zelf ook wel goed doen. Ja.
Zo is eigenlijk het eindresultaat bijna hier. De shadows kan ik een beetje omhoog trekken, zodat je iets meer van de achtergrond ziet. Omdat er hier nog een paar details zijn, zodat het duidelijker is dat de foto, dat de bloem in een grasveld stond. En uiteindelijk vind ik de foto iets te warm, dus ik ga hem iets kouder maken terug. En dit is hoe ik zelf de foto zou bewerken en uiteindelijk op Instagram zou posten. Nu gaan we het even over gear hebben, welk materiaal ik het liefst gebruik om foto's te maken. En zoals ik juist al zei, gebruik ik 90% van de tijd een Canon R6. Ik ben vorig jaar overgeschakeld van de 5D Mark IV op de R6, omdat dit een mirrorless systeem is, zonder spiegel. Wat ook betekent dat de camera's zelf een beetje lichter zijn. En als landschapsfotograaf vind ik het toch interessant om niet altijd met heel veel gewicht mee te zeulen in je backpack, omdat ik vaak ook nog hike met een tent en dergelijke. Dus al het gewicht wat ik kan uitsparen is ook echt welkom. En ik heb gekozen voor de R6, omdat het niet altijd nodig is, naar mijn mening, om net zoals de R5 foto's te hebben van 40 of meer megapixel. En dat 20 megapixel vaak ook voldoende is. De IBIS, de beeldstabilisatie in deze camera is ook super goed. Wat heel goed, wat ten goede komt bij laaglichtsituaties. Zeker interessant als je blue hour wilt fotograferen of sunrise, het eerste licht wat over de horizon komt. Wat verder ook heel interessant is, volgens mij, is het klapscherm. Hierdoor moet ik niet zoals vroeger helemaal op de grond gaan liggen om een foto te maken, maar kan ik letterlijk op mijn knieën gaan zitten en het scherm even openklappen en dan kan ik perfect zien hoe ik mijn foto frame en worden mijn kleren niet helemaal vuil. De lens die ik het vaakst gebruik om foto's te maken is de 2405 F4 L-lens. Twee redenen. Eén, ik vind dat het een supergoed en interessant bereik is. 24 tot 105 mm is alles van redelijk breed tot redelijk ingezoomd. En je kan letterlijk 90 of 95% van je foto's in dit bereik nemen. 50 mm is bijvoorbeeld interessant voor portretten, terwijl 105 misschien al interessant is als je een portret van een dier wilt nemen, of misschien een meer ingezoomde foto van een waterval of zo. Terwijl 24 mm ideaal is voor een breed landschap. Ook de constante aperture van F4 is heel interessant, omdat het toch redelijk lichtsterk is. Dus geen F2.8. Maar toch redelijk lichtsterk. Tweede reden waarom deze lens zo interessant is, is omdat hij niet heel groot is en ook niet heel veel weegt. Plus hij is weather sealed, dus hij kan wel tegen een stootje als het hard regent of er komt stof in of zo in extreme omstandigheden. Deze lens blijft presteren. Er is zelfs nog een derde reden waarom ik deze lens zo interessant vond en dat was de kostprijs. Vergeleken met ander L-glas van Canon is deze iets goedkoper en toch heel duurzaam, heel goede lens, echt een aanrader. De tweede lens die ik heel vaak gebruik is de 35 mm 1.8 lens, omdat dit een ideale lens is om portretten mee te nemen, maar ook voor macrowerk, voor kleine details, zoals ik net besproken heb in mijn foto van mijn bloem. Deze lens is super veelzijdig, heel klein, hij past letterlijk in mijn binnenzak, is heel licht, weer al heel belangrijk en daarom zeker een aanrader. Het derde attribuut, niet zozeer een lens waar ik graag over wil spreken, is de adapter. Deze zorgt ervoor zodat je oude lenzen, EF-lenzen, nog steeds kan gebruiken op je nieuwe R-systeemcamera. Dus een zeer handig attribuut. En alle lenzen, al je oude lenzen, kan je nog steeds gebruiken zonder kwaliteitsverlies. Dus een zeer handige aankoop als je de overgang maakt van bijvoorbeeld een Canon 5D Mark IV, zoals ik deed, naar een Canon R6. En dan de laatste lens die ik even wil bespreken, omdat ik hem ook heb gebruikt in de voorbeeldfoto van Brussel, is de Canon 100-500 mm zoomlens. Gigantisch goede lens, een groot zoombereik en super scherp. En eigenlijk weegt de lens ook niet heel heel veel. Ik had vroeger een 70-200 f2.8
En om eerlijk te zijn, is hij qua gewicht en formaat heel vergelijkbaar. Dus het is een lens die ik zelf niet heel vaak gebruik. Maar als ik hem gebruik, ben ik altijd heel tevreden. En hij kan zeker van pas komen in bepaalde situaties. Oké, dus om heel even alles samen te vatten. Voor landschapsfotografie is het super belangrijk om je foto te plannen. Zorg dat je op tijd bent. Zorg dat je een idee hebt van wat je gaat fotograferen. En zorg ook dat je het juiste materiaal hebt. Niet dat je met je beperkte lens op een plaats staat waar je een zoomshot wilt nemen of omgekeerd. En als de omstandigheden dan toch tegenzitten, is het belangrijk dat je toch probeert een beeld te vormen van hoe je een foto op een andere manier kan nemen. Bijvoorbeeld door een detail te nemen zoals ik heb gedaan van de bloem. Bedankt om te kijken en als jullie nog vragen hebben, post ze dan hier even beneden in de comments en dan helpen wij jullie verder.